We staan hier op het Anna Blamantplein. En er is een heel veel aan de hand. Wat is hier precies aan de hand? Er is vandaag een schaatsbaan georganiseerd door het Pleinenlint. Het blijft hier ongeveer 4 dagen. Het verplaatst zich naar elk andere plein. We hebben, van het Pleinenlint hebben we 8 pleinen. Waaronder 4 pleinen wordt zeg maar de schaatsbaan daar neergelegd. We hebben hier een hele mooie ijsbaan. Wat vinden jullie daar nou van? Ja. Leuk. Heel leuk. Ja, erg leuk. Ik vind het een schitterend project, vooral omdat ik zie dat de kinderen uit de buurt er vreselijk veel plezier aan beleven. Het Pleinenlint was vorig jaar al eigenlijk gestart, waardoor eigenlijk niet zoveel resultaten zijn geboekt. We zijn zeg maar sinds januari zijn we zeg maar weer begonnen. En het gaat steeds beter, dus we hebben al heel wat activiteiten georganiseerd, van kleinschalige tot grootschalige activiteiten. En hoeveel keren zijn jullie al gevallen? Veel. Weet ik veel. Ja, wel ik veel. Ik en nul. Zebra heeft het heft in handen mogen nemen. En met een ander opzet gaan we nu verder activiteiten organiseren. Maar het is echter niet alleen de bedoeling dat wij activiteiten organiseren. En door middel van dit filmpje roepen wij bewoners van Schilderswijk en Transvaal ook op om met ons pleinanimatoren aanvragen in te dienen voor activiteiten. En wat is de idee erachter? Door middel van activiteiten te organiseren en door de bewoners zelf te laten organiseren, proberen wij met dit project de sociale cohesie te verbeteren en de betrokkenheid bij de pleinen te vergroten. De gemeente heeft dit project op diverse pleinen in de stad ingezet om de mensen weer uit hun huis te krijgen, bij elkaar te brengen. En als ik het hier zo bekijk, dan lukt dat heel aardig. Over die ijsbaan gesproken, hij is niet echt van ijs, hè? Nee, het is van kunststof, maar ijs is behoorlijk glad. Dus, dat zie ik, zag heel wat vallen. Dus. En de kinderen die vinden het hartstikke leuk zoals ze zien. Hij is natuurlijk niet van ijs, maar waar is hij nou wel van gemaakt? Het zijn kunststofplaten met daarin glijmiddel in verwerkt. Kijk, het principe van de kunststof schaatsbaan dat bestaat al best wel lang. Alleen het is nu wat verder uitgewerkt, want daar moest er dan een laag olie nog omheen. En dat is nu niet het geval, dat zit er al helemaal in verwerkt. Dus je hebt een droge baan en die kan gewoon onder elke weersomstandigheden gebruikt worden. Dus dat is gewoon ideaal. De ijsbaan, is die dan geopend van 10 tot 5 of zo? Zeg maar wat? Hij is zeg maar van 3 uur tot 8 uur is die geopend. Dus in de ochtend is die ook beschikbaar voor de plaatselijke jeugd of naar school gaande jeugd. En er worden afspraken gemaakt met de scholen, waaronder het Galjoen hier op het Anna Blamantplein. Om tijdens de lessen, als de school dat toestaat, ook te schaatsen of tijdens de schoolpauzes. Je kan met echte schaatsen erop schaatsen? Ja, er wordt nu ook met echte schaatsen op geschaatst. Het is wel belangrijk dat er ook niet op gelopen wordt, echt puur het schaatsen. Gewoon die baan goed schoonhouden en dan moet het, dan kan er gewoon goed geschaatsen worden. Als de ijsbaan nou weg is, wat zou je dan nog meer willen hebben in de buurt? Springkussen, auto, voetbal, boksauto's, alles. Ja, alles wat ik leuk vind. Wordt niet zoveel rekening meer gehouden met het feit dat kinderen ook wat willen. Wat deed u in de jeugd? Nou, dat is een beetje een vertekend verhaal, want eigenlijk was ik een lezertje, dus ik zat vaak binnen. Maar af en toe werd ik door mijn moeder op de straat gezet en dan gingen we meestal voetballen en verstoppertje spelen. En we hadden nog een onbebouwd stukje land vlak bij het huis en daar gingen wij dus hutten bouwen en zo. En dat kan helaas in de stad bijna nergens meer en dat is wel jammer. Ik zou zeggen, ga nog even lekker schaatsen en kijken of jullie niet vallen.